moet jullie weer te zien. Ja, ik ben weer schuldig. Ik heb weer een shoplog en ik heb een paar dingetjes gekregen. Zal ik dan maar vast beginnen met de shoplog? Ik zal maar eerst met het oorbellen beginnen. Even wachten, ik moet even pakken. Oh. Tada! Crea Klee had ik wat besteld. Wat een leuk stickertje of kaartje erbij gegeven. Zo. Even. Zo. Deze. Zo leuk. Nou weet ik niet of het een sticker of een kaartje is. Oh ja, het is een sticker. Echt serieus. Ik ga vandaag alles aan mijn handen, want ik moet weer bukken. Ja, ben ik weer. Kijk, en nog een sticker. En nog een sticker. Zo leuk. En een kaartje van Crea Klee. Hoe je de sieraden goed kan houden. Vind ik altijd wel. Ik was hier zo op slag verliefd op. Ik kon het niet laten. Sorry. Ik ben er echt verliefd op. Zat in zo'n zakje. Die. En deze was ik ook op slag verliefd. Met dat hout. Geweldig. Ja. Die had ik toevallig dubbel besteld. Dus. Wie weet, leuk voor een verjaardagscadeautje of zo. En hier was ik ook zo verliefd op. Ik ben zo gek op bloemetjes, maantjes, echt. Ik hoop dat je een beetje kunt zien. Nou, niet. Dan doe ik het een beetje zo. En dan even zo vasthouden, zo. Houd dat hier vast zit. Leuke. Bling bling aan. Helemaal top. Helemaal geweldig. Ik moet zeggen, top service ook. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Dus. Ik denk dat het ook een klein bedrijfje is. Dus. Dat zal zien. Komt via vliegpost. Zo leuk. Oh ja, dan moet ik ook even terug in doen. Dus je kan het er ook ophangen. En bij me online. Zo maak ik zo van die geweldige oorbellen. Het enige wat ik af en toe haat is dit. Ik gooi dat altijd weg. Zo. En dan deze cuties heb ik besteld. Zo cool. En die waren toen de vorige keer zo snel uitgekocht. Die heb ik dan ook heel snel besteld. Deze waren toen ook zo snel uitverkocht. Echt geweldig. Ik denk niet meer dat ze online zijn. Maar je kan in ieder geval kijken. Deze. Die had ik nog wel gezien, geloof ik. En deze cutie pies. Zo cool. En heb ik hier ook nog een paar oorbellen in zitten. Ik zal ze even openmaken voor jullie. En even eruit halen. Deze met bling bling. Zo geweldig. En deze. Zo kut. Ik ben er helemaal weg van. Maar het komt ook een beetje door Noël van Breven. Die heeft toen een collectie uitgebracht. En 2 september doet ze dat weer. Echt serieus. Ik heb het in mijn agenda gezet. En ik ga echt achter de laptop zitten. Dus die. Als ik de prijs nog weet, kan ik ze er misschien nog onder zetten. Ik weet het niet zeker. Anders kan je nog altijd even op de site kijken. Meonline.nl.
En dan ga ik nu over op het shoplog van het goed. Deze leuk truitje met korte mouwen, een turtleneck. Is een beetje grijs-blauwig. Vond hem heel leuk. Het is een L. En deze was €5,99. Ja, en Connie gaat uit de Converse. Ze moet hem alleen nog even passen. Een pantalon, heel lang met wijenpijpen. Daar ben ik dus helemaal zot op. Hoe dat komt, weet ik niet. En deze was €6,99. En er is nog een Zara broek 2XL. Ik hoop dat ik erin kom. Zo niet, dan kan ik hem altijd nog aan iemand anders geven. Dus die en die. Ja, daar komen we binnen. Sorry voor de herrie trouwens. Dit kastje. Ja, ik had hem al. Dat klopt. Van Xenox. Maar deze heb ik gekocht bij het goed. En die was €10. Nou, dat vind ik nog wat te doen. En voordat jullie straks weer gaan beginnen. Ja, ik heb een tik. Ik heb zeker een tik. Maar ik ben bezig met mijn kamertje een beetje aan te ordenen. En toen zag ik deze tas. Ik kon het niet laten. Het is geen echte Louis Vuitton. Maar ik kon het niet laten. Het is nog helemaal nieuw. En de hengsel zit ook nog ingepakt. Dus die. Er zit ook nog een echt slotje bij. Met een sleuteltje. En deze was ook €10. En deze. Ik vond hem zo cool. Kon het niet laten. Maar ja, dat zijn ook tassen die je dan kan dragen. En weer poep aan mijn handen. Er zitten die vakken in. Dus ik ben er helemaal happy mee. Zo cool. En die was ook €10. En dan heb ik nog bij de Primark een groot schrift gekocht. Voor de maandlasten op te schrijven. Dat vind ik altijd wel handig. En wat ik uitgeef. En dat soort dingen. Die was bij de Primark €4. Nou, dat vond ik ook geen beeld om van. Oh ja, was nog wat vergeten. Deze komen ook nog bij het goed vandaan. Helemaal nieuw. Nog geen ene keer opgelopen. Kijk aan de onderkant. Maar ik vond die detail wel leuk. Bij de punt. Zie. En deze was €5,99. En aangezien ik een beetje een leestik heb. Ik vind het heerlijk om 's morgens met mijn ontbijt op te lezen of te puzzelen. Ik ben nu aan het lezen. Ga ik heel even pakken. Even geduld. Ja, we dansen de Castella. Naar het achterhuis van Anne Frank. Daar ben ik mee bezig. Dus daar ben ik nog even mee bezig. Deze trok mij ook heel erg. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik kan niet wachten om het te lezen. En deze ook, die heb ik ook gekregen. De innerlijke schoonheid. Ik ben daar gek op dat soort boeken. Daar leer je nog eens wat van. En daar kan je nog eens wat van, nog wat van opsteken. Het is altijd wel leuk om soms klanten tips te geven. En ze had echt een cadeautje voor me. Ik ben verliefd. 2 Marsha planners. Ja. Ik zal daar de prijs niet van weten. Die kan je zoeken op bol.com. Dus dat zal ik in ieder geval wel even aanraden om te kijken. En koop ze dan. Ze zijn echt ideaal om te zoenen, om in te plannen. Ik wil in ieder geval zeggen, dit was mijn shoplog. Abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. En een